Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look. Ja, Peter, Excelsior 31 CSV Apeldoorn is afgelopen. Het is schijnig zoals het begon in 0-0. Zou je na de eerste helft niet zeggen, want Excelsior was duidelijk de bovenliggende partij. Ja, vond ik ook. Ik bedoel, misschien een beetje repeterend, maar nou, zeker de eerste helft, hoog tempo. De bovenliggende partij, wij bepaalden wat er gebeurt. Goed druk op de bal, is de bal verloren. Aan de bal ging de bal steeds van kant naar kant. En het CSV Apeldoorn heel moeilijk met onze vrije mensen. Ja, ze groeven zich gewoon in en hopen op een kans, maar die hebben ze eigenlijk ook niet gehad. We hebben twee hele goede kansen gehad, met name Hielke Penteman in de 31ste minuut. Ja, hij kan er eigenlijk niks aan doen, want de keeper was vandaag geweldig. Ja, de keeper, daar staat hij ook voor natuurlijk. Maar het enige wat aan deze wedstrijd ontbreekt is denk ik een goal en drie punten. Voor de rest, de tweede helft moet ik zeggen, was de energie een stuk minder dan de eerste helft. Dat zal ook met de energie die we erin hebben gelegd de eerste helft te maken hebben. Desondanks bleven we toch de bovenliggende partij. Maar voor hetzelfde geld loop je weer tegen de counter aan. En sta je weer hier met een heel ander gevoel. Maar we hebben dezelfde wedstrijd gespeeld. Nogmaals over de eerste helft. Dat je aanvallend ingesteld was, dat bleek al uit het aantal hoekschoppen. 7 stuks. Nou, Apeldoorn had er eentje, geloof ik, de eerste helft. Ja, tweede helft kwam Apeldoorn er toch wel vaker uit. Ook wel gevaarlijk soms. Ja, brengen Vennebeumen op een gegeven moment ook. Wij misschien wat te ongeduldig. Hè, wat je de eerste helft heel goed zag, dat de bal steeds van voet naar voet ging. Dat we in de as veel mensen hadden. En uiteindelijk de ruimte aan de zijkanten lagen. Maar de as compact was en dat we daar heel kort elkaar durfden in te spelen. Als je dan balverlies laat, je gelijk druk erop hebt. En de tweede helft zag je dat ons middenveld wat groter werd. We hebben ook wat sneller de lange bal spelen. Waardoor we niet meer dat niveau konden halen ook. Buiten de energie, met name aan de bal, niet meer het niveau gehaald wat we de eerste helft hebben gehaald. Maar desondanks hadden we ook gewoon de tweede helft nog een paar fantastische kansen. En moet je gewoon afmaken. Natuurlijk, dan word je wat ongeduldig misschien. De energie hebt een beetje weg. Ja, en dan is het altijd, zijn er altijd mogelijkheden voor de tegenstander om daar aan te ontsnappen. Dat is een risico. Ja, voor hetzelfde geld verlies je nog aan het eind van de wedstrijd. Onze keeper haalde er ook netjes eentje uit. Hetzelfde geld win je met 4-0. Ja, precies. Ja, zo is het. Hoe frustrerend is dat, dat de kansen niet worden afgemaakt? Voor mij niet zo frustrerend. Uiteindelijk gaat het wel om winnen. We zitten natuurlijk ook nu in de periode dat winnen... ik zeg niet belangrijk, maar voor de ranglijst in ieder geval niet meer zo belangrijk is. Maar voor vertrouwen, hè, we werken ze nu zo langzamerhand naar de na-competitie toe, is winnen is ook een vorm van vertrouwen krijgen, zeg maar. Anderzijds vind ik wel dat de basis gewoon goed is, dat we iedereen graag wil, dat we veel energie hebben, dat we goed voetbal spelen. Wat uiteindelijk moet leiden tot doelpunten en punten. Wat ik al zei. Het enige wat er vandaag dan ontbreekt is een goal. We hebben kansen gecreëerd, we hebben goed voetbal gespeeld, we hebben druk erop gehad. Een goal ontbreekt. Ja, veldspel is goed, zeg je ook. Voetbal is goed. Dus wat dat betreft, daar kan je wel vertrouwen uit putten. Ja. Maar het zou gewoon mooi zijn als je gewoon weer een lekkere overwinning pakt. Want dat geeft nog meer zelfvertrouwen. Dat is wat ik zei. Dus. Ja, 0-0. De stand van de ranglijst is op zich niet zo belangrijk. Je staat op dit moment zesde, zeg je. Maar het is inderdaad belangrijk om richting na-competitie te gaan voetballen. Ja, denk ik wel. Iedereen heel houden, uit de kaarten blijven en niveau halen, positief blijven met elkaar. Uiteindelijk een toetje, 4 wedstrijden zou het maar zo kunnen. Ja, en dan slaan we lekker toe, Peter. Zijn mijn woorden? Ja, prima. Dat zou maar zo kunnen. We zijn er dichtbij. Nou, dankjewel en goed weekend. Goed zo, dankjewel man. Excelsior 31 TV wordt mede mogelijk gemaakt door Reggefiber, Shubi Reizen en Kapsalon De Look.